We gaan door met de volgende wijn voor het gerechtje. Het volgende wijn voorbij het gerechtje is een klassieke rode stijl wijn. En dan een rode wijn uit Italië, uit de Markenregio. Nou, dit is van de wijnmaker Fiabora uit de Markenregio. En het is een blend van twee druiven. 50% Montepulciano en 50% Sangiovese. Montepulciano voor die kracht, voor die tannine en voor die puurheid. En die Sangiovese voor die ronding en die zachtheid. Zodat je eigenlijk een heel mooi contrast in die wijn krijgt. Wat een heel lekkere verlenging is voorbij het gerechtje. Alsjeblieft.